Zou dit kunnen leiden naar het pad van die steen der zielen? Het luik naar de steen der schepping? Dan zitten wij nu onder het theater. Ik denk dat we het pad van de steen der zielen gevonden hebben. Campus 1 en 2 zijn opgelost. Wat is dat? Wie is er nog op zoek naar de steen der zielen? Celeste. Ja. Dat was om te lachen. Om te lachen. Zie je mij lachen? Nu wel. Oké, echt. Nee, het is niet oké. Zo kan je toch niet verder trainen, Dante? Ik ga met Bart praten. Oh, nee, niet doen, niet doen. Alsjeblieft. Oké. Maar dan gaan we wel naar de dokter. Waarom? Kom aan, dat is pure tijdverspilling. Ik ben er al geweest en vond toen niks en zal nu ook niks vinden. Luister, lief. Jij en ik gaan naar de dokter. Vandaag nog. Het is ofwel dat, of je pa krijgt een bezoekje van ons. Jezus. Met bedreiging en al. Het is oké. Maar als de dokter niets vindt, dan laat hij me mijn kamp boksen. Deal? Deal. Dat spelletje ken ik, om te langs zwijgen. Hm? Oké, jij wint. Als jij er zo wil praten, ik ben hier, hè. Zou ik niet beter gewoon stoppen met het koor? Wat? Van waar komt dit nu weer? Noah, we hebben al een stemtekort. We zijn toch keigoed bezig? Hallo. We hebben het hier al over gehad, hè. Jij, Noah de Smit, zingt graag. Daar gaat het toch helemaal niet om. Ik wil mij kunnen focussen op Dante, die match, die steen, Louise. Louise weet niet wat wij weten. Celeste is gevaarlijk. Wie weet, waar is dat mens nog allemaal van plan? Hoor mij bezig. Wie weet, waar is dat mens allemaal van plan? Ik zou juist beter wel bij het koor blijven en bij Louise. Dan kan ik haar tenminste een beetje beschermen. Ja, maar misschien moet je net daarom bij het koor blijven. Zo kan je haar beschermen. Soms lijkt het alsof je in mijn kop zit, man. Hey. Hey, sorry dat het zo lang duurde. Vertel. We hebben de ingang gevonden. En een kamer met campussen. De eerste twee zijn al opgelost. We denken door Celeste. Jongens, jullie moeten haar vermijden, koste wat het kost. Ja, maar we moeten haar vooral altijd een stapje voor zijn. Dus, campus 3. Kan je helpen? Shoot. Volgens een kubusachtig ding zouden we iets met kleur moeten doen. Maar we vinden eigenlijk alleen maar zo'n glazen driehoek. Hmm. Heb je foto's? Ja, ik zal ze doorsturen. Oké, top. Misschien kunnen de alchemisten helpen. Ik, dames, ben 100% gezond verklaard door de dokter.
Zoals ik had voorspeld, hè, schat? Ja, de dokter vond niks. Niks? Nala, zij toch, suikerdips. Ik ga die de grote eens goed afdrogen. En nu, verder kleine. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar voor één keer had ik gehoopt dat Dante slecht nieuws te horen had gekregen bij de dokter. Even though the light is white, colors are hiding inside. To make them come to light, you must bring them into sight. Dus om kleur aan het licht te brengen, moet je het zichtbaar maken. Ik ben net langs de backstage van het theater gegaan. Kijk eens. Met deze baby's en een ton zaklampen gaan we hopelijk genoeg kleur kunnen creëren. Ik heb een soort spiegels gezien. Oh, wie is dat? Ik versta er niks van. Wacht eens, die schoenen. Stijf, duur, passé. Celeste. We hadden gelijk. Het is Celeste. Met wie is aan het praten? Een van de roze kruiservriendjes. Ik ga naar toe. Sam. Sam. Kom je? Even een break en dan doen we verder. Zeg, Frey,
Wat zou je ervan vinden als ik ook maat 31 tot en met 65 overneem? Ik kan niet echt gevoel leggen in zo'n kort stukje. Ja. Alles voor hier. Wat doe jij hier? Je had vorige keer zoveel noten op je zang. Ik dacht, ik kom ze stellen. Moet jij niet gaan slijmen bij je favoriete zusje? Misschien ben ik wel van gedacht veranderd. Allee, kom aan, broeke. Die ruzie die heeft lang genoeg geduurd. Jij bent de oudste van de twee. Leg het gewoon bij. Vergeet het maar. Kon het maar proberen. Your loss. Aarda en Frey, ik zou wat lijntjes overnemen. Ja, juist. Maar dat zijn Lars zijn lijnen. Wat moet hij dan doen? Het ensemble versterken. Dan hebben we een lied minder. We moeten het echt wel beter doen dan Lou, hè? En zij zijn keigoed bezig. Ach, juist daarom. Oké, jongens. Ik heb besloten dat Jamie ook de lijnen 31 tot en met 65 zal zingen. Maar dat zijn mijn lijnen. Wat moet ik dan zingen? We hebben nog een sterk iemand nodig in het ensemble. En dat ben jij. Hé, maak je geen zorgen. Wij zijn echt wel beter dan het koor van Louise. Ik hoop het. Heb jij niet gehoord? Ze klonken echt niet slecht. Nee. Maar weet je wat het koor van Louise niet heeft? Een duo. Zoals jij en ik. Het kan zo'n deugden. Ik kan hier zo van genieten om eens goed boksen. Ja. Van zingen ook natuurlijk. Ik hoop alleen dat... Wie is dat? Nothing ever comes between this boundless love we share. Just look up to the sky.